Een van de dingen die Meghan gehoord heeft, van oei, wat voor kleur gaat Archie worden? Ja, dit is toch gewoon heel erg als je daarover na moet denken. Het wordt nu al het interview van 2021 genoemd. De Engelse Prins Harry en Meghan die op bezoek gaan bij Oprah Winfrey. Alle royalty-deskundigen hebben het erover, maar wie er echt veel verstand van heeft, is Johan Flemings in Paleis Soestdijk 2.0. Vannacht ben je wakker gebleven, dus je hebt dit interview al gezien. Ja, maar ik ben nu een beetje de compilatie aan het terugkijken wat er allemaal gebeurd is. Maar het is toch wel heel triest voor allemaal eigenlijk. Voor Meghan en Harry, voor... Ja, want wie is dit? Ja, ze lijkt er wel op. U zit er samen het interview te kijken. Ja, ja. Wat vindt de Queen hier nou van? Want denk je dat ze het interview gezien heeft? Nee, ik denk dat ze het ook niet aan kan. Nee. Als je dan 94 bent en je zit dan daar zo'n interview te kijken. Ik kreeg zelf best wel vaak kromme tenen en denk, oeh, is dit allemaal gebeurd? Het is wel heel, heel heftig wat je allemaal ziet. Je ziet nu wel dat het ook wel hele gewone mensen zijn. Je kunt miljarden hebben, maar uiteindelijk... Ja, poep je ook allemaal. Om dat op Nederland te betrekken, dat wat er nu in Engeland gebeurt. Ik zie ze al hier aan de bar zitten. Ja, ze zitten gezellig hierbij, hè? Vaste gasten hier. Ja, zeker. Wat zouden papi en mamie ervan vinden als Amalia straks thuis komt met een hele zwarte meneer? Nou, ik denk dat ze daar weinig problemen mee zullen hebben. Maxima is een Argentijnse. Ik denk dat zij veel meer openstaan. En waarom zou je daar een probleem van maken? Ja, maar ja. Dat is natuurlijk een van de dingen die Meghan gehoord heeft. Van oei, wat voor kleur gaat Archie worden? Ja, dit is toch gewoon heel erg als je daarover na moet denken. Ik weet niet hoe vaak je het interview hebt gezien. Nu 5e keer. De 5e keer. Ja. Wat was nou het eerste moment dat je hoorde van Meghan wilde zichzelf van kant maken toen ze zwanger was? Ja, maar dit is toch verschrikkelijk. Je moet je geluk hebben in je leven. Je krijgt een babytje. Het is het mooiste wat je kunt krijgen. En dan moet het toch wel heel erg zwaar liggen. Dan word je toch gewoon echt verdrietig van. Dan krijgt toch iedereen een brok van in zijn keel. Dit doe je toch niemand aan? Nee. Echt verschrikkelijk gewoon. Ja, ik kan het niet laten, maar ik ga nog even kijken. Ja, helemaal ja? Goed. Ja. Ik merk ook echt aan je dat het hoog zit bij jou. Hè? Dit ja, en dat. Het is een supermooie kindje. Het is nog spierwit ook nog. Maar al een mooi kleurtje. Ongelooflijk, ja. Maar is het niet een beetje krom dat zij zijn uit Engeland vertrokken omdat ze wilden geen aandacht meer van de pers? En dan toch gaan ze met Oprah dat gesprek aan? Ik denk dat het twee kanten heeft. Dat ze nu ook echt aan de wereld willen laten zien. Dit is er allemaal gebeurd. Dit is daadwerkelijk waarom we weg zijn gegaan. Ja, en misschien ook een heel klein stukje van... Ja, je moet ook leven. Dat ze gedacht hebben... Ja, dan hebben we toch eventjes een kleine backup. Of een kleine. Je bedoelt qua centjes? Ja, het is een redelijk kleine. Nee. grote kleine backup. Om toch verder te kunnen leven. Want als je, ze krijgen geen beveiliging. Ze krijgen eigenlijk helemaal geen enkele steun. Geen geld, geen beveiliging. Ja, je moet dan wel creatief zijn.